Vanuit alle hoeken van de samenleving zijn mensen naar het Onafhankelijkheidsplein gekomen om tijdens de protestacties tegen de regering het woord bij de daad te voegen. Gewapend met borden met daarop allerlei leuzen gaven de protesterenden aan dat het nu genoeg is. De initiatiefnemer van deze protestacties is Maïsa Neus. Zij heeft de afgelopen dagen via social media de oproep gedaan dat mensen naar het Onafhankelijkheidsplein komen om de acties te ondersteunen. Neus zegt dat zij onafgebroken doorgaat omdat de situatie niet meer uit te houden is. Ik wil dat deze gehele regering naar huis gaat en aangeklaagd wordt voor wanbeleid. Ik ga door tot het bittere eind. Dus ze moeten naar huis? Ze moeten naar huis. Er is geen optie, er is geen onderhandeling. We hoeven niet met ze te spreken. Als ze echt mensen van het volk zijn, als ze echt van Suriname houden, dan kunnen ze zelf ook wel inzien dat het niet gaat. Waarom stapt geen van ze op en zegt, hey, kijk hier de helft van mijn salaris? Geen van ze doet dat toch? Dus waarom moeten wij nog langer met ze praten? Enkele van de actievoerders die onze nieuwsdienst te woord stonden, gaven aan dat de situatie niet meer uit te houden is en dat ze niet langer hun mond zullen houden. Onze eisen en voorwaarden, het land moet gewoon goed gaan, weet je. Dit moet zo duur zijn, want het kan niet zo doorgaan. Er zijn bepaalde mensen die vinden van deze regering moet weg. Staat u ook daarachter? Iedereen moet weg. Wat had Bouters gezegd een paar jaar geleden? Trafas no de, fene no mugwe. Uno mananga de verhoogde broodprijs. Uno mananga verhoogde benzineprijs. Uno mananga government thing. Nou, ja, maar nou, uno mananga voer of de man. Ja, uno mananga EBS, Sipsa EBS. Uno mananga arroof gedoe in Akondre. Moord op moord, mensen worden vermoord. Veiligheid van de burger is niet gegarandeerd. Ja? Kinderen worden verwaarloosd door de situatie. Ja, een crash wordt gesloten, mevrouw. We kunnen het niet meer hebben. En daarvoor sta ik ook hier zo. Ik heb niet direct dat ik goed heb, maar ik denk aan mijn medemensen. Ja. Vroeger kon ik een beetje sparen, hè. Maar nu kan je niet meer. Die AOV en die pensioen wat je krijgt en de prijzen wat nu is, kom je niet uit. Helemaal niet, kom je niet uit. Als ze hun beleid niet goed kunnen uitvoeren, moeten ze naar huis. Ze moeten iemand anders de kans geven om het beter te doen, vind ik. Maar als ze vinden dat ze blijven, wat moeten ze dan veranderen volgens jou? Want je bent student. Vanuit jou, in Sasso. Sowieso, de hoge prijzen van alle producten en zo. Het is te killing. De prijzen zijn te killing. Ze moeten gewoon dat verlagen, benzineprijs is laatst ook verhoogd. Als alles verhoogt en die inkomsten van de mensen blijft gewoon laag, dan gaat het niet werken. Enkele protesterenden die hun misnoegen over het huidige beleid van de regering vanmiddag op het Onafhankelijkheidsplein hebben geuit. Ze deden dat middels borden met daarop verschillende leuzen. De actievoerders gaven aan dat ze elke dag terugkomen totdat naar hen wordt geluisterd.